En dus hier is het zo, dus als meneer het er niet mee eens is, dan zegt hij baf, dan zet hij de knop om. Ja, sorry, maar dat heeft heel weinig te maken met rationeel gedrag. Zou zich moeten schamen eigenlijk. Nee, maar hij zei niet dat hij het niet mee eens was. Jouw voorspelling kwam niet uit. En toen dacht hij, ja, wat is de voorspelling van Maarten eigenlijk waard? Nou, niks. Maar de voorspelling van de meeste mensen is niks waard. Niet waar. Wie zich in het openbaar uitlaat over ontwikkeling in de toekomst, weet vrijwel zeker dat een aanzienlijk deel van die voorspellingen die hij doet, dat die zal worden afgeschoten. Maar je stond toch gewoon een beetje... Als je trouwens naar die uitzending kijkt waar ik dat zei, dan zul je zien dat alle aanwezigen het grondig met me eens waren. De NAVO-man niet. Nee, mijn NAVO-man was de week daarvoor. Ja, maar die heeft wel heel duidelijk gezegd. Ik ben ja, net maar ik vertrouwde de Amerikanen niet. En dat was in dit geval was dat niet verstandig. Ja, en toen zeiden mensen nog, ja, Maarten zat door de NAVO-man heen te praten. Die kon zijn dingen helemaal niet doen. Ja, dat lag aan de presentatie. Die mij niet voldoende kans gaf om te zeggen wat ik graag wilde zeggen. Hmm. Ja. Want dat ze die NAVO-man zo ontzettend belangrijk vonden. Dat ze die gekregen hadden. Die bereid was te komen en zo. Dat irriteerde mij. Ja, maar hij stond toch een beetje bekend als de meeste voorspeller na 9/11. Ja, omdat ik zei, ook weer op grond van puur rationele overwegingen, dat het niks met wereldoorlog te maken had. Overigens, nu hoor je ook, dit kan zomaar ontwikkelen, die zaken in Oekraïne tot een wereldoorlog, dat is lulkoek. Een wereldoorlog van wie tegen wie? Rusland is een tweederangs mogendheid. Dat Rusland zoveel narigheid veroorzaakt, ligt aan het feit dat ze wel tot machtsontplooiing kunnen raken in hun grens, hun eigen grensgebied. En dat we ons energietechnisch afhankelijk hadden gemaakt van de Russen. Maar als oorlogvoerende natie is Rusland een tweederangs land.